Hoe moeilijk was het om een sponsor te vinden in deze tijd? Ja, heel moeilijk. Kijk, we zijn natuurlijk gelukkig geweest dat onze vorige partner eigenlijk geen gat heeft laten vallen. Hè. Dus ze waren uit de zeilen, maar ze hebben ons altijd financieel ondersteund, waardoor wij dat, waardoor we eigenlijk nu gewoon kunnen continueren. En wel met een hele mooie agenda naar de toekomst toe. Maar er valt geen gat. Ja, dat is natuurlijk best spannend geweest. We hebben echt, er is zo hard aan gewerkt en er zijn zoveel leads nagejaagd. Maar ja, eerlijk gezegd, Maart dacht ik ook wel even van, het enige wat we nu niet moeten hebben is een wereldwijde crisis. En, ja, en die was natuurlijk ook wel een beetje paradoxaal. We hebben het ook zwaar gehad bij het Watersportverbond. En als we daar dan mee bezig waren en ik kijk uit mijn raam, dan zag ik heel Nederland het water op gaan. En ik denk toch wel dat ergens in die combi zat dan toch ook wel. Ja, is het dan geluk? Is het heel hard werken? Ja, het is vooral heel erg mooi dat het dan op zijn plek valt. En dat komt heel veel mensen toe. Ja, dus wij zijn natuurlijk wel echt een sector en een sport die door heel veel mensen wordt gemaakt en gedragen. En juist ook in deze tijd. Denk ik dat we ons van onze beste kant laten zien. Je zei net in de persconferentie van, het was ook het telefoontje op de juiste plek bij de juiste persoon. Werkt het zo? Ja, weet je, ik denk dat sponsoring, dat is, en zo'n partnership aangaan, ja, ik ben erachter gekomen, ik kan ook niet zeggen dat ik dit al 100 keer heb meegemaakt, het is echt uniek. Ja, dat er een heleboel dingen samenkomen, en dat is inderdaad wel weten, zoals Frank van der Walbaak, op het goede moment, dat er iets bij Allianz speelt rondom de partnership rondom de Olympische Spelen. En ja, daarnaast denk ik ook echt een team effort, zowel aan de kant van Allianz als aan de kant van ons, om dan ja, eigenlijk elkaar te versterken. Maar ja, je moet wel dat netwerk en dat hele telefoontje op een dag op het goede moment doen. Ja, dat is, zo begint alles. Maar wat gaat de gemiddelde watersporter ervan merken? Nou, ik denk, dat is soms ook moeilijk om het direct uit te leggen. Ik ga niet naar elke watersporter een deel van het fondsenbedrag overmaken. Het is denk ik heel belangrijk om te benadrukken dat we door kunnen met de ambities die we hebben. En sommige van die ambities kosten gewoon veel geld. Daar hebben we andere partners, gemeente Den Haag, NOC-NSF met de loterij erachter. Het is gewoon heel belangrijk dat we dat kunnen continueren. Maar wat we net ook al zeiden, dat brede karakter, dat omarmen, dat gaan we denk ik echt wel merken. Hè, dat we net... Ja, ik denk echt dat we werk kunnen maken van de toekomst. Er komen gewoon toch wel uitdagingen op ons af. De instroom in onze sport is heel erg belangrijk. Het benutten van de diversiteit, het suppen wat nu in opkomst is. Ja, dat verzilveren, dat kan wel met een sterke partner aan je zijde. En ik denk ook dat daar misschien nog wel meer achter vandaan komt. Want sterke partners, dat spreekt ook andere bedrijven en andere overheden en andere relaties wel weer aan. Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we werk kunnen maken van de promotie van ons sport, maximaal. En ja, dat is dan altijd indirect. Maar dat is natuurlijk wel bedoeld om uiteindelijk die vereniging en die mooie plek aan het water te versterken. En hoe ga je dat doen? Want je hebt al afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal trouwe collega's die al heel lang bij het Watersportverbond zaten. Die flink moeten inleveren. Met welke mensen ga je het doen? Nou ja, met de mensen die over zijn en met een heel krachtig team die het afgelopen half jaar inderdaad onder die vervelende omstandigheden heb ik ook vaker moeten denken weer deze dagen. Ja, het heeft ons hard geraakt en die mensen die, van wie we afscheid hebben genomen natuurlijk het meest. En er is een heel sterk team over waarin wij ook echt denken dat we de koers die we nu als Watersportverbond hebben ook heel erg overeenkomt met de sponsor. Hè? Dus dat werkt versterkend. We gaan niet ook nog de sponsor bedienen. De sponsor is onderdeel van het grote geheel en die ja... Ik denk dat we de vleugels door kunnen krijgen. Zij brengen ook een communicatieapparaat mee. Zij kunnen natuurlijk met het goed activeren van de sponsorschap kunnen wij heel veel kwijt, zeg maar, samen met Allianz. Dus dat, ja, ik denk dat het elkaar eigenlijk gaat versterken. Het zal ons in die zin niet ontlasten. Maar ja, ik denk wel dat het een mooi vliegwiel is, de samenwerking. Ja. En we gaan natuurlijk, ja, we hoeven geen sponsor meer te zoeken. Hè? Dus we hebben hem en we gaan hem behouden en we gaan hem... een fantastische welkom op het water geven en van daaruit verder. Ja. Jullie werken ook veel met vrijwilligers in het land, hè? Ik maak me daar wel zorgen over. Juist door de coronatijd. Ik bedoel, als je een tijd vrijwilliger bent, je bent 20 jaar ben je bij je zelfvereniging actief en nu moet je met je armen over elkaar zitten, dat kan ook over een jaar betekenen dat je, nou ja, je hebt je leven weer anders ingevuld. Ja. Pak je de draad weer op. Dat, misschien hebben we het tijdsbeeld dan ook mee, hoe hard en hoe gek het ook klinkt. Dat misschien wordt vakantie in eigen land wel belangrijker. Misschien wordt recreëren bij jezelf in de buurt heel erg belangrijk. En dan denk ik dat we met de watersport ook wel weer bepaalde troeven in handen hebben. We zien het natuurlijk in het gebouw ook. Hoe hard de zaalsport en hoe hard de teamsporten het op dit moment hebben. Hoe zwaar die het hebben. En dan denk ik, ja, met hopelijk een mooie zomer op komst, ja, is het
voor de watersport zijn er ook nog kansen. En ik heb ongelooflijk veel bewondering voor die vrijwilligers die juist... Want je doet het voor je lol. Hè? Ik uiteindelijk ook. Ik ben in de sport gaan werken omdat het leuk is. Omdat je naar buiten gaat en mensen enthousiasmeert. Nou, dat geldt voor die vrijwilligers natuurlijk helemaal. En dat is zo haaks op waarom je dit doet. Ik ben heel positief over dat suppen. Omdat ik op meerdere opzichten... Het is natuurlijk laagdrempelig. Het is echt joggen op het water. Maar wel Nederland van een andere kant zien. En ik denk, wat ik nu hoor, er zijn motorbootverenigingen, er zijn zeilverenigingen, er zijn kanoverenigingen. Die subplank heeft bijna een bindende factor binnen zelfs dat hele diverse watersport vermomd. Er zijn prachtige voorbeelden over hoe daar toch niet alleen nieuwe mensen mee komen, maar ook een soort nieuw aanbod en een nieuwe behoefte en nieuwe structuur. Dus ik denk ook echt wel, dat is het mooie van onze sport. Hè? Er komt altijd weer iets nieuws. En dat is gaaf. Een nieuwe sponsor is er ook gekomen. 8 jaar, hè? Ja. Godverdikkie. Ja, dat is mooi.